Welkom bij de Thema 10-daagse online. Mijn naam is Melissa Victoria Zoop en samen met collega's ga ik de komende dagen vakgenoten aan de tand voelen over het onderwerp vernietigen. De eerste dag van de 10-daagse trappen we af met niemand minder dan Yvonne Welings van de gemeente Tilburg. In een webblackshire gaat ze in op de relatie tussen de archiefwet, AVG en het onderwerp vernietigen. Ik zou zeggen, Yvonne, the floor is yours. Ik ga jullie vandaag meenemen over het thema AVG en archiefwet in relatie tot vernietiging. Mijn naam is Yvonne Welings, ik ben gemeentearchivaris van Tilburg, Drimmelen en heel de regio tot Oostenrijk. En ik heb deze presentaties grotendeels gebaseerd op degene die ik al heb gegeven in 2 jaar geleden bij de juridische tweedaagse. En ik hoop dat jullie wat van kunnen leren. De presentatie ziet er als volgt uit. Ik ga eerst in over de wetgeving, vervolgens over de archiefwet en dan neem ik jullie mee naar wat concrete voorbeelden en ik eindig met een stelling waarin ik hoop dat jullie de komende tijd over nadenken wat het betekent vernietiging in relatie tot burgers. Vanaf 25 mei is de AVG in werking getreden. En het heeft eigenlijk 4 hele belangrijke kernpunten. Het heeft rechtstreeks Europese wetgeving. Ze noemen dat ook wel geen soft law. En dat wil ook zeggen dat het altijd sterker is dan alle landelijke wetgeving die wij hebben. Je hoort vaak archivarissen zeggen, ja, maar we hebben de archiefwet. AVG is altijd bepalender, tenzij in de uitzonderingswet daar een uitzondering is in gemaakt. Maar hij gaat altijd boven de landelijke wetgeving. Je hebt sterker en uitgebreidere privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties, en dat hebben we afgelopen tijd ook allemaal gemerkt, en stevige bevoegdheden voor toezichthouders. En bij ons is dat de autoriteit persoonsgegevens. En als je wel eens leest van General Data Protection Regulation, dan weet je, nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als de AVG. Het doel van de AVG is eigenlijk om alles veel meer te uniformeren. Niet elke privacywetgeving per Europees land op zich. En toch zijn er onderlinge verschillen, maar daar kom ik later nog op terug. De bescherming van persoonsgegevens en het waarborgen van vrij verkeer. En de WBP is inmiddels ingetrokken. We hebben in Nederland een eigen wet en die heet de Uitvoeringswet. En die uitvoering van bepalingen die zit bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. En die hebben zelf ook ruimte om dat helemaal zelf ook in te vullen. Zij hebben dat dus in de Tweede Kamer behandeld. Wat er toen ook is gebeurd is dat de archiefwet is aangepast en wel op artikel 2a. En dat heeft betrekking op de archiefbescheiden. Tussenin dat artikel 2a is de relatie tussen de archiefwet en de AVG gelegd. Dan heb ik een heerlijk plaatje. En verwacht niet dat iedereen het uit het hoofd gaat leren. Maar dit plaatje geeft op een fantastische manier weer hoe de AVG in elkaar zit. Je hebt de betrokkenen met al de rechten die ervoor zijn. Je hebt hoe de betrokkenen moet worden geïnformeerd en waarom je wel of niet persoonsgegevens mag gebruiken. Wat verwerkers moeten doen, hè? Dus als je bij een gemeente werkt, wat je daaraan moet voldoen. Het is een heel compact plaatje, maar het zegt in heel compact plaatje zegt wel wat het allemaal inhoudt. Wat betekent de AVG voor burgers? Nou, ze hebben versterking van de privacy. Ze hebben bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt het recht om de gegevens over jezelf te controleren. In mei 2018 trad de AVG in werking. En de gemeente Tilburg kreeg al heel snel daarna de nodige verzoeken. Maar ook die verzoeken moeten aan bepaalde regels voldoen. Je moet wel heel gericht uitleggen wat je wil, wat er over je is vastgelegd. Je kunt niet zeggen, nou, overal waar mijn naam in voorkomt,
geef dat mij, je moet heel een gericht verzoek indienen. Privacy is een fundamenteel recht. Dat is natuurlijk een heel anders dan het staat in de grondwet. En je kunt de klacht indienen. Daar gaat natuurlijk een paar stadia aan vooraf, maar dat is wel een krachtig wapen. De rechten van betrokkenen. Degene over wie alle informatie wordt vastgelegd, die mogen transparant informatie vereisen voor de uitoefening van de rechten. Zo is er bijvoorbeeld op de website van de gemeente precies uitgelegd wat je van de gemeente kunt verwachten in relatie tot de AVG. Je hebt informatie bij verzameling, je hebt recht op inzage, je hebt recht op rectificatie. En dat is natuurlijk, als iets fout over jou is vastgelegd, moet je ook dat kunnen corrigeren. Je hebt recht op vergetelheid, maar dat geldt niet, gelukkig niet voor archiefinstellingen en ook niet voor archiefwetgeving. Want het zou een beetje raar zijn als wij al onze overheidsinformatie zouden vernietigen. Je hebt recht op beperking van de verwerking, dat wil zeggen je mag wel... Het mag wel iets over jou vastgelegd worden, maar je mag ook niet te veel vastgelegd worden. Er zijn steeds meer jurisprudentie is daarover. Je moet weten of iets over jou is gerectificeerd. Dataportabiliteit was ook echt iets heel nieuws van die AVG. Dus als jij overstapt van de ene energieleverancier naar de andere, moet jij kunnen eisen van geef mij die gegevens van de ene maatschappij naar de andere. En wat heel belangrijk is, en dat komt nu steeds meer in aan de orde met algoritme en data, het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. En algoritme anticiperen daar juist wel heel erg op. Dus op dit moment is daar best een spanningsveld op dit artikel in de AVG. Gelukkig hebben we ook een uitzondering voor betrokkenen van archiefbewaarplaatsen. Het recht van rectificatie, dataportabiliteit en de beperking van werking zijn niet meer van toepassing op het moment dat is overgedragen naar een archiefbewaarplaats. Dus een voorbeeld te noemen hier in Noord-Brabant, misschien is dat ook in de rest van Nederland, dat weet ik niet, heb je een heel populair iets, dat heet ontdopen. Mensen willen niet meer ingeschreven zijn als katholieke kerk. Maar ja, ze zijn wel ooit gedoopt. We kunnen dat feit natuurlijk niet zomaar wegverdoezelen. Maar de betrokkenen mag niet eisen van, nou, ik wil het weggeschrapt hebben. Maar wat hij wel mag doen, is zijn eigen versie van het verhaal bij die doop toevoegen. Dan mag hij bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik ben ik uitgeschreven bij de katholieke kerk. Ik wil er niet meer bij horen. Dat mag je dus wel doen, maar het is niet zo, als eenmaal iets vast ligt in een archiefbewaarplaats, mag het niet meer worden gewist. Dan is het gewoon veiliggesteld voor de toekomst. Je moet het recht van inzage is gewaarborgd. Dat is best ook een beetje ingewikkeld. Stel, je hebt een politiearchief of een kantongerecht, er staan natuurlijk heel veel andere namen in. Dus hoe verborg je dat eigenlijk, dat degene die daar recht heeft inzage, ook alles de inzage krijgt. En hij moet echt gewoon gericht inzage kunnen vorderen. Dus iedereen heeft recht om te zien wat er over hem of haar is vastgelegd. Dat staat ook weer op dit plaatje. Veel misschien wat meer ingewikkeld. Maar het geeft een kort samenvatting. En dan gaan we het over recht van geheten versus het recht van herinneren hebben. Op het moment dat je iets vernietigt, dan heb je grote kans dat het wordt vergeten. Al is dat tegenwoordig in het digitale tijdperk een discutabel verhaal. Want als je iets vernietigt in een DMS of in een RMA, de systemen die gemeenten gebruiken, moet je ook de backup vernietigen. En vaak gebeurt dat niet. Dus vaak hebben we ooit gezien met het bonnetje van Teven. Ook al is iets gewist, je kunt dat toch vaak via andere kanalen nog terug weten te halen. Artikel 89 moet eigenlijk waarborg geven aan onze beroepsbranche, om het zo maar te geven, dat het verwerking met het oog op archivering en algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek,
Er moeten waarborgen zijn, maar je mag het gewoon wel. Want anders zou er niets meer over mensen kunnen vastleggen. En ze krijgen een uitkering. Ja, je moet ook kunnen verantwoorden hoe jij je geld als gemeente uitgeeft. Dus kun je maar moeilijk zeggen, ja, vanwege privacy leggen we jouw dossier niet aan. Dus, maar er moet een soort balans in komen. En, maar je moet ook gezorgd worden dat die technische waarborgen ook zo zijn dat er niet gedatalekt kan worden. En dat met name, je ziet dan ook steeds meer dat heel het denken over privacy veel verder gaat. Privacy gaat over inrichten van processen, archivering by design. Wat kun je beschikbaar stellen? Open by design. Waarom stel je het veilig? Informatiebeveiliging by design. En hoe, wat kan je wel of niet openbaar maken? Hè, met name met de nieuwe wet Open Overheid komen daar steeds grotere vraagstukken over. Van hoe kun je het goed openbaar maken zonder de privacy aan te tasten. De kern van de archiefwet is de vorm van het archief en beheer voor overheidsorganisatie. Archief is ongeacht de vorm. We zien dat ook terug in de nieuwe archiefwet 2021, waar de term documenten zijn. Je hebt toezicht op archiefvorming voor de overbrenging, de inspectie. Maar sinds de wet generiek toezicht is dat ondergevat in de provinciewet en de gemeentewet, is het uit de archiefwet verdwenen. We hebben vernietiging, daar gaan we het straks over hebben. Overbrenging van de archiefbescheiden. En op dit moment is dat een enorm grote discussie. Moet je nog wel overbrengen? Moet je niet beter bewaren bij de bron? Is het niet ouderwets? Oude openbaarheid van archiefbescheiden, want dat is altijd wat eigenlijk het archiefwet, waar wij, ik destijds ook mijn vak mee in ben gegaan, dat de archiefwet een openbaarheidswet was. En op het moment dat het over wordt gebracht, dat je het openbaar ter beschikking kon stellen. En nou ja, dat was een van onze kernwaarden van ons als archiveren. En wat ook een belangrijk punt is, althans dat zie ik zo, is het veiligstellen van historisch erfgoed. Dus opname van particuliere archieven. AVG en archiefwet, dus er is een uitzondering opgenomen voor het recht van vergeten, voor een archivering, dat heb ik net al genoemd. Er is ook een uitzondering gemaakt om de betrokkenen te informeren. Dus stel dat je altijd bij elke overheid, elk document moet zeggen, ja maar dit hebben we voor u vastgelegd meneer Jansen, ja dan zijn we wel verder van het pad. Dus die regel heb je en dat was ook al in de WBP zo. En er zijn veel burgers die daar bezwaar tegen hebben, maar aan de andere kant, ja, als je graag een uitkering hebt, zit er ook een andere kant aan. En dat is dit verhaal. En daar komen we op het laatste punt. Het zou in feite een beetje uniforme wetgeving zijn. Maar elke lidstaat heeft zelf mogen bepalen hoe de uitvoeringswet eruit komt te zien. En in die zin zien wij dus ook best verschillen tussen Europese landen, omdat ieder land toch zijn eigen accent heeft gelegd. Archiefwet en vernietiging. Nou, wat in de archiefwet staat niet van, nou, dan en dan moet je vernietigen. En of zo lang moet je het bewaren. Dat zeggen ze helemaal niet. Maar ze moeten gewoon beschikken over een selectielijst. Nou, iedere bestuurslaag doet het op zijn eigen manier, de provincie, rijk, gemeente. En ik merk, omdat ik zowel bij gemeente als bij het rijk heb gewerkt, dat er heel grote verschillen zitten in de rol van de archivaris bij de uitvoering van de selectielijsten. Op gemeentelijk niveau ben je heel nauw betrokken bij dagelijkse vernietiging bij gemeenten. En op rijksniveau is dat veel minder, dus door een abstract verhaal dat veel verder van je afstaat. Voor persoonsgegevens in archief is helemaal geen specifieke bewaartermijn. Het is wel zo dat je een tendens ziet dat er steeds langer wordt bewaard in plaats van dat korter. En dat heeft ook mee te maken dat je mensen meer de tijd wil gunnen om die dossiers ook in te zien. Je hebt gemeentelijke selectielijsten voor en na 2017. We wachten nog op
op een nieuwe. Daar is het gewoon op wachten. Wat een punt is dat je nooit korter mag bewaren. Je mag nooit korter bewaren dan nodig is, maar je mag wel langer bewaren. Dus dat is wel zo. Je hebt uitzonderingen op vernietiging. Het heeft even geduurd, met al mijn gemeenten heb ik nu strategische informatie overleggen. En daarin bepalen we met elkaar wat eventueel langer bewaard kan worden of wat integraal bewaard kan worden, zoals hotspots. Hier in Tilburg hebben we bepaalde hotspots benoemd, waarvan we hebben afgesproken dat we alles rondom die gebeurtenis integraal bewaren. En dat doen we eigenlijk, het is heel een beetje moeilijk, maar je moet natuurlijk in de toekomst kijken. We doen het eigenlijk om de toekomstige geschiedschrijver zoveel mogelijk informatie te bieden. Want het meeste wordt natuurlijk op vernietiging afgesteld, omdat heel veel op uitvoeringsniveau is. Maar je mag ook niet te veel bewaren. Er is een uitspraak over van de Raad van State, ik noem hem wel. En er is ook een bekende blog over. Archiefwet is geen excuus voor privacy schending. Dus met name in het sociaal domein speelt dat heel erg bij gemeenten. Je mag wel keukentafelgesprekken voeren, maar mag je alles wat op zo'n keukentafelgesprek wordt besproken, vastleggen in een document. Nou, daar speelt een jeugdzorg speelt er een rol. Wat leg je vast over een burger en wat leg je niet vast? En daar zijn we eigenlijk nog steeds zoekende in, maar daarin speelt de jurisprudentie steeds een belangrijke rol. De AVG en de gemeentelijke selectielijst. Ik heb het over gemeente omdat ik daar gewoon de laatste jaren ook werk. En je hebt daar gewoon verplicht. Maar wat wij doen bij gemeenten is dat alle gemeenten in Nederland de VNG mandateren. En die voor de selectielijst en de VNG, die bepaalt onze selectielijst. En met de kennis van de 355 gemeenten, denk ik ook dat er heel veel kennis in die selectielijst zit. En vooral ook omdat we dat allemaal met alle gemeenten in Nederland doen. We hebben wel burgerrecht op gegevenswissing. We mogen ook misschien bepaalde dossiers ook opschonen. Wat ook heel belangrijk is in de AVG, dat we een register van verwerkingen hebben. Dat daar ook elke gemeente een overzicht heeft van alle gegevens die verwerkt worden. En je zou dat een beetje kunnen vergelijken met als die goed is ingericht met artikel 18 van de archiefregeling. Omdat die een goed overzicht geeft van alle bestanden die overal worden verwerkt. Vernietiging in de praktijk. Nou, dat is een hele befaamde uitspraak van de toenmalige erfgoedinspectie. We zijn digitaal gaan werken, maar we zijn niet digitaal gaan archiveren. En nou, er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet aan die uitspraak denk. Want zo is het natuurlijk. En ik denk ook zeker dat we komende decennia veel problemen gaan ondervinden over zaken die niet meer leesbaar te houden zijn. Een belangrijk voorbeeld is natuurlijk de bestemmingsplannen. We kregen de wet WRO in 2010 met een bepaald bestandsformaat. Die kunnen we gewoon niet archiveren. Er is geen techniek op dit moment. Misschien dat die er komt, maar nu is die er niet. En de WRO is ook al 10 jaar in werking. En nu met de nieuwe omgevingswet, ja, hoe gaan we al die bestemmingsplannen redden? Nou, wat ook heel ingewikkeld is, dat overheidsinformatie overal en nergens staan. Die staan in iemands e-mailbox, staan op de netwerkschijf, staan in het zaaksysteem, staan misschien in de keten. Dus het is heel gecompliceerd waar die overheidsinformatie staat. Wat je wel steeds meer ziet, dat je bij heel veel gemeenten, althans hier in de regio, grote projecten hebt, opschonen van netwerkschijven, waarin juist die dubbeling helemaal wordt weggehaald. En dat zit ook gewoon, dat is een heel logisch gevolg, niet zozeer omdat ze zo graag, omdat er vernietigingsplicht in Nederland is, maar het zit vaak een kostenplaatje aan. Al die terabytes, die kosten zoveel geld, dat er gewoon een noodzaak aan zit om echt die bestanden met regelmaat op te schonen. Slechts een deel, en dat durf ik ook recht te zeggen, wordt gewoon gecontroleerd, beheerd in een DMS, een zaaksysteem. En vaak zie je alleen maar vernietiging in zaaksystemen.
En dan heb je nog bepaalde zaaksystemen waar de functionaliteit niet in zit. En DMS'en zelfs ook worden nog opgeleverd zonder functionaliteit om te vernietigen. En met name in systemen, in zoals Centric en PinkRocade, daar zitten met name helemaal vaak geen vernietigingsfunctionaliteiten. Wat ook een nieuwe tendens is, is dat heel veel gemeenten het in de cloud zetten. Befaamde personeelsysteem, U-Force, AdP Workforce, zijn systemen in de cloud. Zo'n leverancier die bouwt voor de klant, die wil dan natuurlijk bouwen, maar die bouwt niet speciaal voor de overheid. Het probleem is dat hoe de inrichting van het systeem is, niet overeenkomt met de gemeentelijke selectielijst en daardoor heel slecht vernietigd kan worden. Dus we lopen daar heel erg tegenaan, dat we heel leveranciers afhankelijk zijn, maar dat zij ook hun processen niet altijd inrichten zoals wij bij de overheid willen. En als ondanks alle aanbestedingsvoorwaarden, als VNG Archiefcommissie, waar ik ook lid van ben, nou, waren wij hartstikke trots dat wij in Gibbet archiveringsvoorwaarden konden formuleren, zodat bij elke aanbesteding van gemeente die archivering meekomt. Maar als je uiteindelijk kiest tussen functionaliteit en alle Gibbet-voorwaarden, zie je toch dat die archiveringsvoorwaarden, ondanks alles, en ondanks dat het volgens de AVG een verplichting is om te vernietigen, en de archiefwet een verplichting is om te vernietigen, zie je toch dat dat systeem wordt aangeschaft. Er zijn vaak alleen maar verwerkersovereenkomsten met cloud-leveranciers. Gemeenten hebben niet altijd zicht wat er nou precies bij zo'n leverancier wordt vernietigd. Dus jij weet, hey, je hebt geen toegang op hun backup. Waar hebben ze dat staan? Je mag van geluk spreken dat ze het allemaal nog in Europa hebben staan. Je weet niet waar die bestanden staan. Dus je hebt geen werkelijke controle op de vernietiging. En servers. En ook vaak niet bij samenwerkingspartners. Maar daar kom ik ook nog zo op terug. Die samenwerkingspartners. Een nieuw fenomeen. Nou, niet echt fenomeen. Is artificiële intelligentie. Ook bij AI moet steeds gekeken worden of je niet te veel verzamelt of te weinig. Bij elke gemeente, is het op dit moment, worden de meeste beleidsplannen uitgerold om datagedreven te gaan werken. Je ziet het bij heel veel beleidsterreinen, hier in Brabant zeer zeker met ondermijning, verkeer. Je ziet het bij bijstandsfraude heel erg, data. Daarin worden algoritmen op losgelaten. En de vraag is van hoe werken die algoritmen? Ze zijn vaak zelf lerend. Een volgend stadium is deep learning. Dus hoe werken die en hebben wij geen controle? Maar wij moeten als overheid ons kunnen verantwoorden hoe wij met overheidsinformatie overgaan, omdat we iets vastleggen over die burger. En daarom is er in de selectielijst die straks wordt herzien van de gemeente een aanpassing gekomen. En ja, die moet allemaal nog worden vastgesteld. Dat tenminste de ontwerpdocumentatie en in die relevant bron- en outputdatum. Dan moet je kunnen verantwoorden over die algoritmen, hoe die worden gebruikt. Vaak is het zo met het gebruik van datagedreven werken dat er een experiment is. We gaan kijken van hoe dat werkt en dan nog een keer kijken. Maar nu is het eigenlijk van belang. En dan vaak wordt er niet meer geëvalueerd hoe nou zo precies zo'n experiment heeft verlopen. Maar wij kunnen niet onbeperkt data gaan verzamelen over burgers zonder daar een verantwoording over te leggen. En die verandering van die selectielijst, en wat dat betreft is daar ook weer is er goed over nagedacht vanuit de VNG om daar een verplichting op te leggen, dat je die in ieder geval wel gaat bewaren. Maar nu op dit moment voorziet de selectielijst nog niet in data, vernietiging en algoritme bewaren. We hebben ook een hele spannende. Er wordt wel eens in de achtergrond gezegd, nou, gemeenten bestaan niet. En dat is in de praktijk ook zo, want bij een belastingssamenwerking kopen ze de WOZ in.
Nou, ik vind het wel heel handig als jij het afval doet bij de buurgemeente. En ja, het is gewoon een één grote ja, shop. Vooral kleinere gemeenten, grote gemeenten, die houden vaak, doen vaak alles zelf. En zijn centrumgemeenten vaak voor hetgeen voor die buurgemeente, omdat er vaak veel meer expertise zit. En wij worstelen altijd met een heel oud artikel in Archiefwet 95. En die zegt dan van, nou, als er niks geregeld is, dan is de centrumgemeente verantwoordelijk. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een heel ongelukkige bepaling. In de nieuwe archiefwet 2021 is daar beter in voorzien, maar hebben ze niet goed nagedacht hoe de financiën onderling worden verdeeld. Maar wat we eigenlijk ook zien bij samenwerkingsverbanden, en bij mij in mijn regio is er echt een kentering in gekomen, maar daar gebeurt het op dit moment wel, dat bij elk nieuw samenwerkingsverband, bedrijfsvormsorganisatie, wat zo ervan, een informatie- en archiefparagraaf wordt opgenomen. En dat je ook zegt, en dat je bijvoorbeeld de VNG mandateert om de selectielijst van gemeenten te gebruiken. Als je dat niet doet, moet je eigen selectielijst gaan hanteren. Dus het is heel erg belangrijk bij samenwerkingsverbanden dat je verantwoording afspreekt vooraf en niet op het moment dat het opgeheven wordt, wat er met de archieven wie verantwoordelijk is en hoe die worden vernietigd. En op welk bewaarniveau ze worden bewaard. Ja, dus niet en bij gemeente en bij het samenwerkingsverband. Dus je hebt dus ook heel erg belangrijk, je hebt heel veel soorten samenwerkingsverbanden, dienstverleningsovereenkomsten, gemeenschappelijke regelingen. Vaak zie je in dat soort afspraken dat het alleen maar afspraken zijn over privacy en informatiebeveiliging, maar niet over archivering en over vernietiging. Terwijl ook die bestanden kunnen ook niet eeuwig worden bewaard, want ja, dat is iets wat wij aan die burger garanderen. En wie is verantwoordelijk? En vaak is het te weinig, een verwerkingsovereenkomst is te gering om dit soort afspraken te maken. Het moet eigenlijk op een hoger niveau, op het niveau van de gemeenschappelijke regeling zelf. En soms kan het ook zijn, dat heb ik in mijn regio ook meegemaakt, dat de AVG de aanleiding is om een gemeenschappelijke regeling te beëindigen. Omdat ja, te gevoelig informatieverlies, dat als een risico wordt ervaard. Enfin, ik heb dat hier in mijn regio wel meegemaakt met mijn leerplicht. Dataminimalisatie is ook een heel belangrijk punt van de AVG. Niet meer informatie dan nodig is. Met name is dat verantwoordelijk voor de verwerkingsverantwoordelijke, wat wij in onze archiefwet zorgdrager noemen. Passende maatregel. En archiefwet geeft heel veel kaders hiervoor. Er zijn heel veel organisaties die niet onder de archiefwet vallen. Zoals bijvoorbeeld de RIEKS in Nederland, die vallen niet onder de archiefwet. Je hebt verschillende manieren om die namen niet meer te tonen. En dat kan een belangrijke hulpmiddel zijn, met name bij WOP-verzoeken veel gedaan. En op websites om toch informatie te tonen, maar dan op een andere manier. En dan heb je drie soorten. Je hebt pseudonymiseren, anonymiseren en encryptie. Pseudonymiseren, je hebt persoon X. Je zegt in het document is persoon Y. Maar als je het leest, weet jij toch wel dat het persoon X is. Nou, dan is die AVG wel toepasbaar, want je kan het herleiden naar die persoon. Als je het anonimiseert, dan maak je die persoonsnamen zo onzichtbaar dat die AVG niet van toepassing is. En dat gebeurt veel. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de rechtspraak. Al die uitspraken vanuit de rechtspraak, al die namen zijn geanonimiseerd. Ik heb laatst gesproken met iemand en die vertelde daarover en die zei van, ja, die was bij het begin betrokken bij het anonimiseren van die documenten bij de rechtspraak. Dan was een per ongeluk het telefoonnummer van de moordenaar niet weggelapt. Kijk, dat soort dingen moet je toch ook nog eventjes attent op zijn. Vaak persoonsnamen hoeft niet altijd te zijn. Hè? Een telefoonnummer is natuurlijk ook niet zo slim.
En je kunt ook encryptie, hè, het coderen van gegevens op gebied van een bepaald algoritme. Dus de AVG ook niet van toepassing. En dat kan ook mogelijk een oorzaak zijn dat datagedreven werken steeds meer populair wordt. Wat je ook ziet, en dat maakt me best een beetje zorgen over, dat je bij gemeenten op die smart documents gebruiken, zo min mogelijk persoonsnamen in dat document komen. En het zegt wel wat voor de toekomstige geschiedschrijvers, want eigenlijk geschiedenis gaat vaak over persoon. En als je al die personen weglaat in die documenten, ja, dan heb je toch wel een verarming van je bron. Waarom CISO's? Strategische informatie overleggen. Nou, ten eerste is verplicht, hè, volgens archiefbesluit. Daar worden met name al die waardering en selectieverhalen wordt daar afgewogen, de selectielijst. Belangenafweging wordt daar gedaan. Openbaarheid. En ik kan iedere archiefinstelling of gemeentearchivaris aanraden om bij elke gemeente een CEO op te richten, omdat je daar zoveel plezier van hebt, omdat je op een structurele manier met elkaar de dialoog aangaat zonder direct en ook begrijpt wat je met elkaar over hebt. Je kunt ook hele eenvoudige dingen bespreken in een CEO, bijvoorbeeld vaststellen van een metadataset, vaststellen van bestandsformaten. Er zijn zoveel zaken om te bespreken, maar het helpt heel erg een CEO om samen met elkaar de informatiehuishouding een beetje beter te maken. We zien hier een foto. Ik ken deze vrouw niet. Het is Truus Schelen. Ik zag ze afgelopen 23 december in de NRC. En ik heb heel veel van dit soort vrouwen Truus Schelers gezien. Toen ik hoofdstudie gedaan was in Den Bosch. En bij het toenmalige Rijksgif, in de Bikkers. Het waren vrouwen die waren of in moederhuil geboren. Dat waren vrouwen die waren hun moeder uit de ouderlijke macht. Het waren ook mannen die in aanraking waren gekomen met kinderbescherming. En het trieste van dit soort vrouwen vaak is dat het archief vaak geen antwoord geeft op heel veel zaken. Vaak kon ik ze verwijzen naar de voogdij, registerkaarten, zodat ik toch vaak nog de rechtelijke uitspraak voor ze kon vinden. Maar vaak de archieven van de kinderbescherming, die zijn vernietigd. Dat werd zo gedaan in de jaren 80. En in mijn vorige leven daarvoor ben ik ooit Rijksarchiefinspecteur geweest in Middelburg. En die selectielijst was heel eenvoudig. Alles werd op een 1 of een 6 werd bewaard, de rest werd vernietigd, het dossier werd geanonimiseerd en dan werd het voor wetenschappelijk onderzoek, dus niet voor die burger zelf, maar voor wetenschappelijk onderzoek overgebracht naar een Rijksarchief. Inmiddels is dat veranderd. Maar, en die dossiers die werden vaak vernietigd bij meerderjarigheid. Dus dan was zo'n kind 21. Wanneer je 21 bent, denk je niet na over de trauma's die je pas krijgt als je 50 of 60 bent. Dat komt pas veel later in je leven naar voren. En dan krijg je dit soort vrouwen aan je bureau, waar je eigenlijk geen antwoord op een vraag kan geven. En daarom trof me het verhaal. Deze vrouw, haar verhaal was wel, ze was ongewenst zwanger geraakt. In 1967 kunnen mensen misschien zich nu helemaal niet voorstellen, maar vroeger was het een schande als je ongehuwd zwanger raakt. Moest getrouwd worden of werd niet getrouwd. Kind moest worden afgestaan. Ze heeft het kind nauwelijks moeder en vrouw werden afgezonderd in kloosters. En kinderen moesten worden afgestaan. En of zij nou keus had om haar kind nog zelf op te voeden, ja of nee. Die tijd was gewoon nog zo. En 1967 is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Dit vraagstuk,
zo is het eigenlijk in de NRC van 23 december. Een jongen zei een non en toen werd hij weggehaald. Nou, dus die is gewoon, ze kreeg toestemming, gelukkig kreeg ze toestemming op het dossier van de kinderbescherming. Want adoptiedossiers worden wel bewaard, gelukkig. Nou, maar adoptiewet is ook pas veel later, dus die is ook pas veel later dat je adoptiedossiers hebt. Er is dus heel veel verloren gegaan. Uiteindelijk heeft ze er zo nog wel gezien, weer terug kunnen ontmoeten, dankzij het dossier. Maar voor heel veel vrouwen zijn die dossiers er niet. Wat feiten over selectie van dossiers van kinderbescherming. Adoptiedossiers die worden pas vanaf 2001 onbeperkt bewaard. En voorheen werden ze met vernietigd als ze 30 waren. Maar zoals ik al zei, als je 30 bent, ben je de boei van je leven. Dan denk je niet aan de trauma's die jou overkomt. Dat doe je pas als, als het later is. En nou, ze worden pas vanaf 2006 echt bewaard. En voorheen was dat gewoon niet zo. Dan werd dat gewoon met name met wetenschappelijke argumenten, selectielijsten ingericht. Ik kan me ook herinneren dat in de jaren 80 bijvoorbeeld het kantongerecht van Zierikzee onbeperkt bewaard moest worden. Waarom? Ik weet het niet, maar dat was ook bedacht door wetenschappers. En ja, de rest van de kantongerechten werd vernietigd, maar er werden dan 5 kantongerechten integraal bewaard. En dat brengt mij op de volgende stelling. Daar wil ik ook mijn lecture mee afsluiten en ook meegeven voor de 10-daagse. Moeten direct belangen niet betrokken worden bij de vernietiging van dit soort documenten? En waarom wel, waarom niet? En ik hoop ook dat er veel discussie over ontstaat. Want ik geloof niet dat selectie en vernietiging is voorbehouden aan archivaris alleen. Maar dat je ook heel erg moet denken aan een maatschappelijke context en voor wie je doet. En als daar dit soort problemen mee ontstaan, moet je daar langer over nadenken. En ook die persoon betrekken bij het selectieproces. Moet die niet geïnformeerd worden over de dossiervorming? Mag je zomaar dit soort dossiers weggooien? Achter elk nummer zit een naam en een geschiedenis. En moeten, en dat zou ik het liefst willen eigenlijk, en daar zou ik ook veel meer naartoe willen, dat wij als burgers meer eigenaar worden van onze eigen dossiers, in plaats van dat al die dossiers door de overheid worden beheerd. Je kunt dan bedenken aan het elektronisch patiëntendossiers. Maar er zijn veel meer mogelijkheden in deze. En ik hoop dat deze casus wat discussie gaat opleveren over de rol van de archivaris in de inrichting van selectielijsten. En hiermee wil ik het eigenlijk een beetje beëindigen. Dankjewel, Yvonne. Vond je dit een interessante weblecture? Geef ons dan een duimpje omhoog. Maar laat ons vooral weten wat jij vond van de stellingen die Yvonne poneerde door hier beneden een comment achter te laten. En vooral doen, want dan kunnen we een online discussie starten. Wil je nog eventjes rustig de presentatie door kunnen bladeren? Dat kan ook door opnieuw hier beneden op de link te klikken die je naar de PDF leidt. Ik zou zeggen, dit was de eerste thema 10-daagse online. Tot de volgende!